1, 2, 3, take 1. Neem maar op. Ja, nou, dan gaan we hier even ons personeel af. Sam, hoe was jouw Giro deze 8 dagen? Warm. In de auto was het warm? Ja, daar was het wel fris, ja. Heb je genoten? Ja, tuurlijk. Ben je trots op ons? Ja, en vooral op jou. Ja, wij zijn heel erg trots op jou ook. Die broekspijp is omhoog. Enigste waar me natuurlijk tegenvalt is die bidon. Maar die heb ik vandaag goed aangepakt. Dat wel, ja. Dan hebben we onze koffers op kamer zetten. Kees, manetje van alles van deze week. Ja. Hoe was het, Kees? Ja, dat ging goed. Heeft u genoten? Ik heb zeker genoten. Wij zijn u heel erg dankbaar. De koffertjes stonden goed op de kamer, water, konden zo naar bed en rusten. Nou, dat is dus, prima. Dat nou, in is, het begin denk ik niet. Oh. In het begin. We maken wel wat water, denk ik. Nou ja, ik weet niet eens meer waar ik ben begonnen deze 8 dagen. Dus het is allemaal goed gegaan, gelukkig. Ja. Maar wat is nou jouw hoogtepunt geweest dan deze week? Nou, de 3 etappes van Marjan natuurlijk. Ja. Ja, na deze tijdrit, daar hebben we het niet over. Maar, Focus. Ja, en ik vind dit wel een hoogtepunt wat ik nu aan het doen ben. Oh, goed zo. Ja. Nou, dan hebben we de chauffeur, Gerben. Hoe was het deze 8 dagen, Gerben? Ah, ik heb een mooie 8 dagen gehad, denk ik. Mooie Giro, mooie prestaties. Heel mooie ploeg bij elkaar. Mooie politieauto in de prak gereden. Ja, dat was 10 punten, hè? De deur van de carabinieri. Dus het was mijn hoogtepunt. Ja, gelukkig was dat het enige puntje wat misschien niet voor herhaling vatbaar was. Maar de bus was echt top. Oké, nou, ik ben blij om te horen. Bedankt. Jullie hebben het ook goed gedaan. Dankjewel, Gerben. Op Naturingen. Oh, even Gerben's benen. Ik zie 35 hoogtepuntjes. Zijn wel dieptepuntjes. Nou, Della Fueco. Hebben jullie Koos al geïnterviewd? Nee joh. Campiona La Holanda. Hoe is het? Goed, en met jou Rox? Top. Waarom zit je hieronder in de bus? Een gezichtplekje nog. Je bent even aan het bijkomen. Hoe heb je Giro deze 8 dagen, hoe heb je ervaren? Als een sneltrein. Oh, times shit, fly when you have fun. Ik ben vergeten aan te zetten. Ja. Nee hoor. L'équipe Le France. Bonjour. Kut. Hey, l'équipe Le France. Ça va? Ça va très bien, très bien. Oh, moi bien. Muy bien. Muy bien. Wat zijn de armen, man? Dat ding is zwaar. We hebben de mannen van het goede leven. Ja. Hoi Gerard, wij doen een interviewtje. Iris, hier. Wat waren de hoogtepunten van deze 8 dagen? Er waren zoveel, bijna niet om op te noemen. Hotel Belvedere vond ik wel een hele goeie. De etappe-overwinningen van Marianne Vos. En het verrassend goede rijden van Roxane Kneteman. Dankjewel, Gerard. Wij waren ook heel erg onder indruk van jouw massagekwaliteiten. Heel erg bedankt voor deze 8 dagen. En op naar het volgende helft van het seizoen. Klinkt goed. Laat je sixpack nog even zien, Gerard. Maar dit was mijn hoogtepunt. Dennis? Dit is onze backup verzorger, Dennis. Ik weet dat je hem heel erg leuk vindt, Iris, maar ietsje meer afstand. Dennis, hoe waren jouw 8 dagen? Nou, leuk. Ja. Leuk. Ja, hard werken, leuke groep, leuke dames. Mooie prestaties, klasse. En wat is je hoogtepunt? Mijn hoogtepunt? Ja, dat was op de berg, hè? Dat was erg hoog. Ja, die hebben we al gehoord. Maar heb je hebt een keer de Ladies Tour gedaan vorig jaar, nu de Giro. Leuke ervaring? Ja, zeker. Druk? Ja, het is druk, het is hard werken, maar dat is geen probleem. Ik hou er wel van. Nou,
Nou, wij willen jou bij deze heel erg bedanken voor de 8 dagen. Graag gedaan. En misschien tot nog een keer dit jaar. Ja, dat hoop ik. Regel jij dat? Ik ga het regelen. Goeie broek, Dennis. Ja, en de schoenen, hè? Rekening mee gehouden. Heel goed. Dankjewel.